Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven het zuiden en noorden van Nederland bevinden zich een aantal wolkenvelden. Die boven het noorden van Nederland die zijn ontstaan door dat vochtige, leeft, vochtige lucht vanaf zee het noorden van het land binnentrok. En die in het zuiden die hangen samen met een zwakke storing boven het noorden van Frankrijk. En die gaat met name langs het grensgebied van Frankrijk en België, ook gepaard met een aantal regen- en onweersbuien. Ook verspreid in België vallen een aantal buien. En mogelijk dat er later vandaag nog een hele enkele in Limburg valt, maar verder blijft het eigenlijk overal weer droog en zonnig. Wanneer ik de satellietbeelden in beweging zet, dan is te zien dat vanaf de oceaan een flinke pluk met bewolking geleidelijk aan onze kant op komt. En dat hangt allemaal samen met een groot lager drukgebied, met daaromheen een aantal fronten die dan uiteindelijk morgen laat op de dag over ons land heen gaan schuiven. Vanavond is het dus op veel plaatsen zonnig, vooral in het zuiden komen er nog wat wolkenvelden voor, maar ook die lossen op. Het koelt wel snel af trouwens, de temperatuur die daalt al vrij snel in de avond naar waarde, zo tussen 17 en 20 graden. De wind die zwakt wel iets af en is meestal zwak van kracht, windkracht 2 of 3. Aan zee en boven de randmeren ietsje steviger en matig, windkracht 3 of 4. Vannacht is het dan op veel plaatsen helder. Mogelijk dat in het zuidwesten al wat wolkenvelden binnentrekken van die storing boven de oceaan. En verder koelt het af naar 9 graden landinwaarts, tot zo'n 12 of 14 graden aan zee. En mogelijk dat in het noordoosten van het land en oosten plaatselijk nog wat nevel of mist voorkomt. Morgen is het dan wisselend bewolkt, en in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking steeds verder toe. Daarbij staat er een oostenwind die matig is van kracht en geleidelijk in de loop van de dag draait naar het zuiden wanneer die storing steeds dichter nadert. Het wordt wel de warmste dag van de week met temperaturen tussen 23 en 27 graden. En wat later in de middag en vooral in de avond, dan kunnen er verspreid wat buien of in het westen van het land soms ook wat regen vallen. Die buien kunnen ook plaatselijk gepaard gaan met een klap onweer. De komende dagen, dan wordt het wisselvallig. Zaterdag lijkt dan alsnog eigenlijk nog een best aardige dag te worden. Met uh, zeker ge geregeld periode met zon. Af en toe een keer een buitje, maar ook wat wolkenvelden. De temperaturen niet heel onaardig met 21 tot 23 graden. Maar wat wel onaardig is, is de wind. En Die is boven land meest matig of misschien vrij krachtig. Windkracht 4 of 5. En aan zee, is soms zelfs eventjes krachtig of hard. Windkracht 6 of 7. Zondag zijn er dan wat meer buien, zijn er ook wat meer wolken en is het ook wat koeler. Dan 18 tot lokaal 21 graden. Plaatselijk kan er dan ook nog een klap onweer voorkomen. Na het weekend wordt het dan al vrij snel rustiger met op maandag nog enkele buien en temperaturen iets aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Maar na maandag, kijk eens naar de pluim, dan gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. En mogelijk dat we dan, dan vanaf dinsdag een serie droge en ook zomerse dagen krijgen. Met mogelijk in het zuiden van het land in de loop van de week wel een tropische dag. Wie zal dat zeggen? Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl